Hier kan ook gewoon die duif lekker in groeien straks. Hallo, goedemorgen! Terwijl eigenlijk middag. Oh ja, het is eigenlijk middag. Het is namelijk 12:30, want Jola die is al terug van school, zoals je ziet. En ik was vanochtend lekker aan het editen. Dus ik dacht, we starten de vlog gewoon nu pas. We staan nu voor de prenatal. We gaan beginnen daar met een pashokjes shoplog opnemen. Voor dit weekend, komend weekend, komt die online. En dan ga ik zwangerschapskleding proberen. Heb ik ook echt nodig. Dus ik dacht, laat ik dat meteen zo even combineren. Jola gaat mij even helpen met zwangerschapskleding. Maar straks gaan we ook nog naar de Zara voor Jola. En dan mag Jola ook nog wat kleren kopen. Dus we gaan lekker shoppen deze middag. Het is namelijk woensdag. En we beginnen de dag met een... ratslag. Neem je nu mee de winkel in en doen daar de ratslag. Zijn we dan in het pashokje? Ja. Hi. En de vraag is nu natuurlijk, kan positiemode leuk zijn? Dus kan zwangerschapskleding leuk zijn? Nou, we gaan erachter komen. Het enige wat ik tot nu toe heb is twee zwangerschapsbroeken en BH's. Omdat ik dat echt nodig had. En die twee broeken die ik nu heb, die zijn van H&M. Van H&M. Look at the sexy girl. Oh, maar dat is voor een meisje, joh. Ik heb weer een setje van haar. Ik heb heel veel setjes voor kinderkleding. Ja. Ze heeft ze zelf bedacht, dit. Deze. Ja. Oh, heel leuk bij elkaar, zo over elkaar heen, hè? Ja, heel leuk. Ach, wat leuk. Oh. En dan heb je dit broekje nog. Oh, een broekje met een giletje en een overhemd voor de onder met een strikje. Even dat strikje goed laten zien hoor. Ach, wat cute. Oh, gos. We zagen er ook een met een stropdas. Ja. Maar die staat er weer in de vorm. Heel leuk. Leuk bedacht, Jola. Ja, applausje voor Jola. Ja. Leuk. Bizar, hè? 239 euro. Nou, ik heb in ieder geval één outfit gescoord. Dus dat is alvast in de pocket. En nu gaan we voor Jola kijken. Ja. Oké, misschien wisten jullie al dat ik al heel erg lang, echt heel erg lang, nieuwe schoenen wil. En nu ga ik eindelijk even kijken weer voor Dr. Martens. Mama die had net een kroket, maar dat is eigenlijk geen kroket, een nep kroket. En ja. Ik heb een echt. Een nep kroket. Ik had een vitaaltje, daar zit dus geen vlees in. Jola kijken bij de Zara. Oeh, wat een leuke jas. Maar daar pas ik niet in met mijn buik straks deze winter. Oh, ik wil echt zo'n jas. Hier kan ook gewoon die buik lekker in groeien straks. Gaat die buik gewoon zo. Als ik hiermee thuis kom, dan kijkt Bart me niet meer aan. Leuk is die, hè? Ik ben emoji vroeger. Truitje is 30, tasje 40. De Dr. Martens waren trouwens niet op voorraad. Hier niet, met 38. Dus dit keer heb ik ze besteld en worden ze bezorgd. Of kan ik ze andere dag ophalen?
aan die mode van tegenwoordig. Deze jassen, die kun je allemaal gewoon nog aan wanneer je zwanger bent. Dus je hoeft geen speciale zwangerschapsjas. Hoor mama. Hier kan namelijk een behoorlijke buik in. Wil ik eigenlijk wel. Ja? Wel langzaam. Ga je dan die andere tas weg doen die je nu hebt? Echt? We hebben ook wat voor Bart meegenomen. Ja. Boxer shorts van A&M. Boxer short. Van de broeken. Ja. Heel lekker. Super. En kijk. Het is voor de eerste keer dat je niet van een of ander merk hebt. Ja. We hebben ook nog ei en... Ik ga even kijken. Ik ga even kijken. Het hoeven niet meer van die dure merken te zijn, Bart. Je komt toch nooit meer onverwachts in je boxershirt te staan bij andere vrouwen. Nee. Toch? Nee, inderdaad. Eieren passen het meest bij Bart, vind ik. Ja, dit is niet veganistisch. Dit is niet vegetarisch. Dus het wordt dit. Ja, gaan met die banaan. Gaan met die banaan. Een mooie roze banaan erbij. Ja! Oké, even kijken wat we gaan eten. Oké, ik ga maken. Tortellini dacht ik, ricotta en spinazie, met cherry tomaatjes, kidneybonen, bolognese schotel en romp. Dit. Het is zo super schattig hoe blij Yola met haar kleding is, maar dit komt omdat normaal wanneer ik kleding koop voor Yola, dan is het gewoon één dingetje of ik haal tussendoor even iets of ik neem iets voor haar mee. Maar nu heeft ze echt voor het eerst dat ze gewoon echt in een winkel echt 2 uur lang, of nou, dat is misschien overdreven, 1 uur lang alleen maar voor haar kijken, dingen passen, dingen bij elkaar matchen en in 1 keer een hele berg kopen. Dus ze is helemaal laaiend enthousiast erover. Het heeft ze echt nog nooit zo op zo'n manier meegemaakt. Schattig hè. Ik ga Jolaatje naar bed brengen. Ze zit lekker te gamen. De eerste keer dat ze gamet met, dit is Disney. Hoe heet het spel? Adventures Disney nog iets? Ik weet niet, iets met Adventures Disney. Zet maar uit. Wacht heel even nog. Welke bronschaal? Ja, voor de eerste keer. Ik had net de eerste. Nou, in ieder geval, wanneer ik Yola naar bed heb gebracht, ga ik zelf ook lekker in bed liggen met de laptop. Nog even een videootje editen, maar dat doe ik echt even lekker daar, want I've had it for today. Ik voel het helemaal in mijn benen en bekken. En ja, ik voel het wel dat we veel hebben gelopen. Bart is lekker sporten. Die is goed bezig sinds gisteren. Dus nou, kijk hoe lang hij dat volhoudt. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet bent. En tot morgen! Tot morgen! Allemaal mensen. Allemaal! Doei mensen! Dank jullie wel voor het kijken! Dank jullie wel voor het kijken!